een boer, en zijn wuf, en boerin, ze had twee kindjes, een zoon en een dochter. De boeren waren een rechte Vlaming. Het was maar Vlaams als ze klappen te horen. En waar was, waar was dat toen over? Het gebeurde al hier, tussen Lobert of Drinkham, of ik weet het niet, maar al hier. Maar de jongens, het was als een vrijheid als ze klappen te horen. En voor de boer was gram ervan. Op een schoon dag zegt hij zo als de kindjes, je moet geen Frans niet meer gebruiken, weet, maar Vlaams. Per exempel, papa, dat moet je niet meer gebruiken om me te roepen, maar pa. En mama, ook niet. Maan, om de moeder. Maar pa, dat is onmogelijk, papa. Pa is de naam van onze hond en maan is de naam van onze katten. Maar vandaag gaat het nu verrijden. Pa, oh, mensen en maan is je moeder. Het was akkoord. En de kindjes hebben dat wel geleerd, ze hebben dat niet vergeten. Op een zondag, de boer was op de stek, op de akkers. En de boerin was naar de markt gegaan om kikjes en deiers en nog dingetjes van die medaal te verkopen. En de kindjes bleven alleen thuis. Maar het waren brave kindjes. En meneer Pastor, het wordt je met zoveel om. En maar de gedachte van de gedachte gaan zijn en de boeren. Hij knopt aan de deur, maar de kindjes waren goede kindjes. En man had de tijd van de deur nooit open te doen. En niemand. Maar ze hadden het eigenlijk bekeken door de ruten en niet. En het meneer de pastor verkund. En de deur open en dan. Dag mijn kindje, zei hij. Dag meneer de pastor. Waar is papa? Papa? Mijn moet naar de deur sluiten, meneer de pastor. Is dat mogelijk? Waar is mama? Man, ze is een keunenkot, meneer de pastor. Een keunenkot? Moet dat me niet leggen, ik versta nog kont, nog kuilen. Ja, pa, was al zo bezig met shit bij de hadderoe, bij de kassen van de kamer van mijn moeder. En we hebben mijn moeten en de scheuren sluiten. En man het dat jonkt. Is dat nu en dat kan ik kunnen komen.